De laatste video over het examen natuurkunde 2023, tweede tijdsvak voor het VWO, Hawkingstraling, en dat zijn weer een stuk of 6 opgaven. Een zwart gat is een object waarvan de zwaartekracht zo groot is dat zelfs licht er niet meer uit kan ontsnappen. De ontsnappingssnelheid is groter dan de lichtsnelheid. Onlangs is het wetenschappers gelukt om een enorme hoeveelheid afzonderlijke opname een beeld van een zwart gat daaruit te construeren. Op 10 april 2019 werd de eerste foto van een zwart gat gepubliceerd. De massa van een ster uit de hoofdstreeks af te leiden uit het stralingsvermogen met behulp van de volgende formule: P gedeeld door P zon, waarbij het stralingsvermogen van de ster gedeeld door het stralingsvermogen van de zon is gelijk aan tussen haakjes de massa van de ster gedeeld door de massa van de zon tot de macht 3,8. Als de massa van een ster groter is dan 12 keer de massa van de zon, zal deze uiteindelijk een zwart gat worden. Op de uiterlijke bijlage staat het Hertzsprung-Russell diagram. Hierin is een ster gemarkeerd, dat zal deze wel zijn. Dit is uit de bijlage overgenomen. Bepaal of deze ster zal eindigen als een zwart gat. Nou, gaan we eens even kijken bij deze ster. Wat is daar de log van t? Even kijken, die is 4,5. Dat betekent dus dat het stralingsvermogen van die ster 4,5 keer zo groot is als die van de zon. 10 tot de macht 4,5 keer, moet ik goed zeggen. Dat staat hier ook, hè? 10 tot de 4, ja, precies. Dus als je dat in deze invult, dan is p gedeeld door P zon is gelijk aan 10 tot de 4,5. Dus dit kun je vervangen door 10 tot de 4,5. Dan heb ik hier de overgenomen en heb ik het hier gedaan. Zie je, m gedeeld door m zon tot de macht 3,8, dat staat hier ook, is dus 10 tot de macht 4,5. P gedeeld door P zon. Hier afgelezen. Dit is P gedeeld door P zon. Nou, oké, die 3/8 wil ik weg hebben. Dan moet ik die exponent delen door 3/8. Dan moet ik het aan de andere kant ook doen. Dan krijg ik 10 gedeeld door tot de macht 4,5 gedeeld door 3,8. Als dat een invul in mijn rekenmachine, dan krijg ik dat dat 15 is. Dus, dat betekent dus dat de massa van, hier is iets weggevallen, zal ik zo meteen even toevoegen. De massa van de ster gedeeld door de massa van de zon is 15, dat is meer dan 12. Dus, en dat was de grens, als het meer dan 12 is, dan wordt het een zwart gat. Dit is 15 keer zo zwaar als de zon, dus hij wordt inderdaad een zwart gat. Dus nog even die m-zon toevoegen. Oké, dat is gedaan. Dan gaan we naar de volgende opgave. Als de massa van de ster groter is dan de... Kijk, voor mij hebben we die net gedaan. Nee, sorry, we moeten onder 23 verder. Om te kunnen ontsnappen aan de gravitatiekracht van een zwaar hemellichaam moet de snelheid groter zijn dan de ontsnappingssnelheid van dat hemellichaam. Deze is te berekenen met de volgende formule. V is wortel uit 2 maal gm gedeeld r, waarbij g is de gravitatieconstante, m is de massa van het hemellichaam en r is de afstand tot het middelpunt van het hemellichaam en V is dus die ontsnappingssnelheid. Leid de formule af met de formules uit het woordenboek. Oké, nou dat kun je, dat is eigenlijk een standaardopgave. Waarschijnlijk heb je die in je boek ook al een keer tegengekomen. Dan moet je de zwaarte-energie gelijk stellen aan de gravitatie-energie. Hier, want samen zijn die nul. En dit is de kinetische energie van het voorwerp. En dit is de gravitatie-energie, die is altijd negatief. Dus als je het dan bij elkaar optelt, als ze even groot zijn, is dat dan 0. En dan kun je ook zeggen van oké, ik mag dus dit hele gedeelte naar de andere kant brengen en dan valt die min weg. Dan krijg je dus half een v-kwadraat is g maal m maal m gedeeld door r. En dan gaan we dan verder even uitwerken. Nou, je ziet maal m aan beide kanten, dus dat mag eruit. Dan heb ik over half v-kwadraat is g maal grote m gedeeld door r. Oké, ga ik even verdubbelen om die half kwijt te raken. Dus dan wordt dit v-kwadraat in plaats van half v-kwadraat. Dan komt hier een 2 voor, dan krijg je 2 maal g maal m gedeeld door r. En dat is v kwadraat, maar dat wil ik niet. Ik wil v, dus moet ik uit dat gele wortel halen. En dan krijg je dus de wortel v is de wortel uit 2 maal g maal m gedeeld door r. En dat is precies wat we moesten aantonen. Ja, even kijken. Ja, v is 2 maal g maal m gedeeld door r. Dus dat is deze gedaan. Bij een zwart gat geldt dat op een bepaalde afstand van de middelpunt de benodigde ontsnappingssnelheid gelijk is aan de lichtsnelheid. Deze afstand wordt Schwarzschildstraal RZ genoemd, of RS, kan niet zo goed lezen. Alles wat dichtbij komt dan RS zal dus nooit meer aan een zwart gat kunnen ontsnappen, hoewel er sneller in de buurt van de lichtsnelheid rekening moet worden gehouden met de relativiteitstheorie. Blijkt je voor berekening van de Schwarzschildgat de klassieke formule 2 kunnen gebruiken. Dat was dus die formule, neem ik aan, die formule die we net hebben aangetoond. Ja. Oké. Bereken dan de Schwarzschildstraal van een zwart gat met een massa die 20 keer zo is die van de zon. Nou, eens even kijken. Volgens mij is dat hier gewoon uitgewerkt, hè?
Hier heb je de formule. Voor de zwartschildschaal V is C de G. Dus RS is 2 maal G maal M gedeeld door C in het kwadraat. En dat ga je dan invullen. 2 maal IG, dat is die gravitatieconstante, die vind je in tabel 7a. Maal 20 de zonnemassa, die vind je in tabel 31. Dat heb ik even niet opgeschreven, zal ik zo meteen even toevoegen. Gedeeld door C in het kwadraat, die vind je ook in tabel 7a. Nou, 3,9. Nou, dat is allemaal een kwestie van die rekenmachine stoppen. En dan komt er uit 5,9 maal 10 tot de vierde meter. Toegevoegd, kijk, we gaan dus uit van deze formule die we net hadden bepaald. Hè. Dat is formule 2. We moeten nu R weten. Nou oké, dan is het handig om weer de stap daarvoor te gebruiken, waarin het alles nog in het kwadraat stond. Zie je wel, die heb ik hier overgenomen. V kwadraat is dus 2 maal G maal M gedeeld door R. En het enige wat je dan moet doen is het omdraaien. Wat hier onder de breukstreep staat, verwissel je met V kwadraat en dan komt het goed. Dus niet helemaal netjes trouwens, gaan we even goed maken dan meteen. Want dit is een hoofdletter en dit moet een kwadraat zijn. En de gegevens komen uit Bina 731, zoals ik had gezegd. Hier wordt dus uitgewerkt hoe je aan de formule komt die hier dan gebruikt wordt. Zie je wel? Er is 2 maal G maal M gedeeld door C in het kwadraat, want V is dus gelijk aan de lessenlijn, dus in plaats van die V mag je ook een C gebruiken. En hier wordt die dan ingevuld met de gegevens die deels hier vandaan komen en deels uit 7 en 31 komen. Uit 7 namelijk komt namelijk die G, M komt uit 31 en C die komt ook uit 7a in de BIMAS. Oké. Dat was 25. Gaan we naar 26. Onder andere Stephen Hawking voorspelde in 1974 dat zwarte gaten in staat zijn om straling uit te zenden. Ondanks het feit dat niets aan een zwart gat kon ontsnappen. Deze straling wordt Hawking-straling genoemd. Als gevolg hiervan verliest een zwart gat energie, wat ten koste gaat van de massa zwarte gaten verdampen als het ware. Hawking-straling is tot nu toe niet experimenteel waargenomen. De reden daarvoor is dat de straling en de voorspelling klopt zeer moeilijk waarneembaar is. Om het verdampen van een zwart gat te beschrijven, beschouwde Hawking dit als een zwarte straling met straal RZ en de temperatuur T. De Hawking-straling wordt in het model dus beschreven met een Planck-kromme. Voor de temperatuur is T is 1,227 maal 10 tot de 13e gedeeld door M. Leg uit waarom dat die straling moeilijk waarneembaar is. Ik moet even naar de volgende pagina. Hier is om eigenlijk te kijken naar wat is nou de massa van zo'n zwart gat. Nou, die is iets in de richting van 10 tot 51 kilogram, zoals hier staat. Als je dat dan invult, 31 kilogram, hè, dan krijg je dus hier een uitkomst van T. T is dan ongeveer 10 tot de min 6e Kelvin. Dat is een ongelooflijk kleine temperatuur natuurlijk. En de golflengte die erbij hoort, die is heel erg groot dan natuurlijk. Want hoe lager de temperatuur, dus hoe groter de golflengte erbij is. En dat is moeilijk waarneembaar. Ja. Voor het verband tussen het uitgestraalde vermogen van een zwart gat en de massa bestaat het volgende verband. P komt overeen in grootte, recht evenredig, met de massa tot de min tweede. Toon het aan met de berekening van, met formule 2 en 3. Formule 2, dat is, die gaan we nog even terug, dat is deze, die hebben we al een paar keer gezien met die wortel. En deze, die zie je hier staan. Goed. Moet ik weer naar de volgende pagina. Nou, je ziet het gebeuren. Je moet ook de wet van Stefan Boltzmann er ook nog even bij halen trouwens. En dan kun je zien dat het vermogen komt overeen met een constante. Maal het oppervlak. Maal t tot de vierde. En oppervlak is overeen met de straal in het kwadraat. Oké. Okay. Nou, dat kun je aflezen. De temperatuur. Ja, dus hier T komt overeen met 1 gedeeld door de massa, oftewel T komt overeen met massa maar min 1, dat staat hier, zie je wel. Uit formule 2 kun je aflezen dat R overeenkomt met de massa, hè, want dan kun je zien. Dan moet ik even naar de formule 2 weer. Kijk, de massa staat boven de streep en R staat eronder, dus de massa die komt overeen met R min 1, omdat die onder de deelstap staat, die R. Even kijken. Nee, gewoon met R. Doe nou goed. Kijken. Ja, gewoon met R. Want ja, natuurlijk, want als deze groter wordt, dan wordt die groter als alles verder gelijk blijft. Dus de massa en R die komen met elkaar overeen. Dat zie je hier ook. En P komt overeen met A dus in het kwadraat. Hier heb ik nog een keer opgeschreven. P is die constante maar 4 maar pi r kwadraat maar t tot de vierde. Nou, die constante die heeft niks met de massa te maken. Dus van massa tot de nul, dat is gewoon 1. R komt overeen met de massa zoals we hier zagen. Dus R kwadraat komt dus overeen met massa in het kwadraat. En de temperatuur
kan overeen met de massa min 1. Dus als ik hier t tot de 4 heb, ik hier de massa tot de min 4. Dus krijg ik m0 maal m2 maal m min 4. En dat is dan exponent optellen. 0 plus 2 min 4 is min 2. Dus massa tot de min 2 is het dan. Dus p komt overeen met massa tot de min 2. En dat is wat we aan moesten tonen. Nou, door de Hawking-straling verliest dus wat gaat voortdurend energie en daarmee ook massa. Hierbij geldt dat het massaverlies evenredig met uitgestraalde energie. In figuur zijn twee massa-tijdgrafieken getekend. Leg uit welke grafiek A of B het beste past met het verloop van de massa. Hier even terug naar formule 4, dat is deze. Je kan zien dat het uitgestraalde massa overeenkomt met vermogen uitgestraald met de massa tot de macht min 2. Dat betekent dus dat als de massa kleiner wordt, dat dan 1 gedeeld door m in het kwadraat wordt dan groter. He, want dit is p komt overeen met 1 gedeeld door m in het kwadraat. Massa wordt groter, wordt die breuk kleiner, massa wordt kleiner, wordt de breuk groter. Dus als de massa kleiner wordt, is het uitgestraalde vermogen sneller en is de verdamping dus ook sneller. En dat komt overeen met a. Hoe meer de massa toeneemt, hoe sneller de energie uitgezonden wordt en hoe sneller dus de massa als het ware verdampt, zoals we eerder zagen. En dat past dus bij A en niet bij B. Ja? Oké, dit was het. Zoals je ziet staat er op het finale nog veel meer aan interessante, of vind ik natuurlijk, interessante, misschien voor jou ook, filmpjes over natuurkunde. En misschien kun je er nog een keer naar kijken als je denkt van, hé, daar heb ik wel wat aan. En anders bedankt voor het kijken en als je examen doet, dan wens ik je veel succes daarmee. Tot ziens!